In deze video ga ik samen met Sean een quiz doen die Julia voor ons heeft gemaakt over baby's. Het zijn babyfoto's van bekende YouTubers en wij moeten raden van wie de babyfoto is. Alleen snapt Julia de term bekende YouTuber volgens mij niet helemaal goed, want de helft waren of geen YouTubers of niet bekend. Maar prima, het is alsnog heel grappig. Ben jij die? Het kan echt niet, ja, als jullie weten wie het is. Ja, ja, oké, tel maar af. 3, 2, 1. Is het wat? En klik even op de abonneerknop. Jij daar. Max, ik zie dat je kijkt. Dankjewel. In deze video gaan Stefan en Sean babyfoto's raken. Hey! Hoi! Hoi! Nou, we hebben vandaag natuurlijk met Sean. En we gaan weer een quiz doen. Nou, sorry, maar je bent ook met mij. Ja, maar... Ik ben dus vandaag met Sean en we gaan weer een quiz doen die weer is gemaakt door Julia. Laat ook even dat mooie truitje van je. Nee, laat dat mooie truitje zien. Wow. Je zit echt met je kont tegen mijn knie. Alsof je dat niet lekker vindt. Maar trouwens, over lekker gesproken. Dit is lekker. Dat is wel heel maar... Dat is ook wel heel lekker, hoor! Maar goed, we gaan dus babyfoto's raden van YouTubers. Jules heeft alles gemaakt, wij hebben geen idee. Ik heb dit schermpje neergezet, zodat Sieber, kan je hier wat moois in hebben? Ja. Van? Dit is Stefan's, hoe heet het? Ja, dat. Nee, maar dat is toch jouw... dit is jouw? Ja, dit is de mijne. Oh ja, nee, klopt. Ja. Lees jij het allemaal maar voor. De grote wie is... Nee, jullie moeten het voorlezen, dat is de grote wie is welke baby quiz. Wie is welke baby? Gemaakt door de allerbeste en knapste quizmaker ooit, Julia Octavie Heetman. Daarna een foto van een nerd. Echt een lelijke foto van een nerd. Sorry, Sean, ik ben zo blij dat ik op Nee, sorry, ik heb een lelijke foto van een lelijke nerd. Oh god. Allebei de foto's is gewoon alles aan fout. Ja, ja, ja. Ja, maar vooral... kijk, nee, jij bent echt een tering nerd en Stefan is fout. Dat is iets als jij niet. Nee, daar heb je al gelijk. Ja, maar ik, ja, klopt. Oh, ik voel me schuldig dat ik dat zei, sorry. Is dit de eerste keer dat je dat voelt? Ik had mijn vingers gekruist. Oké. Regel. Regel 1. Basic kleding aan is verplicht. I like it. Hey. Basic.com kan je nu kopen. Regel 2. Sean en Stefan moeten elkaar een compliment geven voordat de quiz begint. Oh, dat zit hier zo kut. Fuck. En regel 3. De verliezer moet een opdracht doen die Julia mag verzinnen. En weet je, dit is dus top, want die vorige quiz, daar was ik niet zo goed in. Maar met aangekoekte rijst staat er niet. Nee, dat kan wel, want ik het ook niet gedaan. Maar ik ben goed met gezichten. Dit is weer mijn klosdraadje. Ja, dit is dit maar... een complimentje. Complimentje. Okay, ik begin wel. Wat een mooie shirt, ja, nee! What the fuck! Ik wil hetzelfde zeggen. Hey. Wat een tontuig heb jij eigenlijk hier al! Oh, en dat nou, dit is wel heel mooi! Oh, wow! Wat een complimenten. Ja. Oké, dan gaan we naar de eerste... Nou, baby! Schiet op! Yes. Wacht! Ja, ik weet het. Ja? Ja. Ik denk dat ik het ook weet. We moeten het tegelijk zeggen, ja. Oké. 3, 2, 1... Brit! Zijn het je ogen? Is het je stem? Vond jij er hier dan ook knapper dan nu? Nee. Nou, dat is echt niet oké. Dat is de Sean, ja, nog. Even checken, weet je. Oké, daar gaan we. Oh, ja. Weet jij dit? Ja, ik zie het. Ik denk dat ik het zie. Oké. 3, 2, 1. QC. Yes! Oh, ik twijfel heel erg, Maar het was een haarlijn. Oh. Weet je nog dat jij aan het rollen was over QC, terwijl hij zat mee te kijken? Oh, echt? Ja, maar dat wist hij ook. Ik wist het niet. Oh nee, QC staat er wel tussen. Hij is volgens mij wel een beetje sloom. Zo zit die mijn... Oh, fuck. Ik herken het hoofd. Ja, dat is ook de bedoeling. Oh, ja. Volgens mij weet ik het. Dat gezicht van Stefan. Oh. Herken je het ergens? Want het kwam mij vaag bekend voor, maar nu wel. Nu heel erg. Mag ik een tip? Nee. Ken ik haar persoonlijk? Ja. Sorry, maar je zegt nee en dan antwoord. Noem me Sean, hè? Jezus. Drie! Twee! Eén! Melanie Latoy. Oh. Sarah? Wie is Sarah? Ik dacht Sarah Ras. Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat ik dit weet. Weet je dit? Volgens mij wel. Waarom kijk je zo naar mij? Je zit met de fuck, hè? Nee. Hoezo? Ik ga sowieso deze quiz winnen, want... Ik ben goed met gezichten. Drie,
Nee, wacht. Nee, 3, 2, 1. Boerak. Sean zei niks, dus Stefan heeft gewonnen. Ja. Oh mijn god, het is Boerak, ouwe. Ja, jij kent hem al sinds. Ja, en toen kende ik hem al gewoon, letterlijk met die foto. En toen was het dan. Volgens mij. 3-3. Toen was het al een vervelend joch. Zo. Dit is zo lief. Zat er nou sos op zijn shirt? Ja. Hij heeft ook zo'n spiegeltje voor zich om een lijntje op te leggen. Dat kan echt niet, als jullie weten wie het is. Is het een jongen of een meisje? Dat zeg ik niet. Oh, inderdaad al, hè? Wacht. Is dit wie ik denk dat het is? We kennen persoonlijk. Hem. Het is hem, hè? Oké, ik doe een gok. 3, 2, 1. Joel Beukers. Wie zei jij? Oh, ik zei Dylan Haags, maar Joel Beukers, of niet? En jij? En het is... Isa! Wat? Joel Beukers! Het is Is! Kijk dan, ik zei Dylan Haags. Joel Beukers en Dylan Haags lagen ook totaal in elkaar. En we hadden het niet zo. Oh, sorry Is. Is! Het is hem, hè? Gaat het, Sean? Ja. Oké. Ik heb hem, denk ik. Ja? Ja, ik durf niks meer met zekerheid te zeggen. Nee, die is dat niet, hoor. 3, 2, 1. Hallo. Nee, dat wil ik niet gezien. Oké. Ik ken deze foto. Ken ik deze foto? Ik kom er ook bekend voor. Is het Hermelien? Hermelien. Hermelien Griffel. Ja, we kennen er wel. Ik weet het niet. Ik vind het echt heel moeilijk allemaal. Ja, wacht even. Ja. 3. Ik weet het niet. 2. 1. Julia Heetman. Julia Heetman en jij zei? Ja, ook. Die! Oh ja! Zij heeft een keer gepost ook ergens, hè? Dat was het inderdaad. Ik herken de foto. Oh ja, jammer. Ja, oké. Ja. Gio. Ja. Daar ken je van een kilometer. Ja. Ik denk dat ik ja, ook. Oké, 3, 2, 1. Quinty, sorry. Ze zijn 3 en jij zit wel. Quinty Music, oh! Ben jij die? Nee! Nee? En we hebben, hè? 3! Je lijkt met je toren! 3, 2, 1! Sean! Ja, holy shit, maar ik weet zo. Niet of mijn voorhoofd gekrompen is of. Ja, je voorhoofd is gekrompen! Nee, ik denk dat je voorhoofd al gegroeid was en de rest van je zegt daarna. Kom je in die foto's eigenlijk? Ik heb zo'n ziek onderzoek gedaan. Het is een beetje een langwerpig hoofd. Ja. Ik geef een tip, het zijn dus niet alleen maar YouTubers. Ja, nou. Dan gaat de hele titel van de video. Ja. Nee. Dat is dus de rest van de wereld. Dat zijn de nog 7 miljard mensen die... De titel is welke baby is wie? Wie is welke baby? Nee. Wel. Oké, dus dit is geen YouTuber. Ze doet wel dingen op YouTube. Nog steeds kan ik dan niemand afvinken. 3, 2, 1. Bram Krik. Huh? Ja, dat... ik herken je pa wel nu een beetje, maar ik heb Amber echt niet herkend. Ja. Wow! Amber lijkt nu nog steeds al een beetje op Bram. Maar ze heeft geen langwerpige gehad. Op Bram! Wat is de tussenstand? 6-6. Oh! 6-6. Deze weet ik wel. Ik ook. 3, ja. 2, 1. Bram Krikke. Zo, hij is wel opgedraaid. Dat is een goede foto van Bram. Ja, een lekker joch. Volgens mij heeft zij wel gevlogd. Zij? Oh! Dat zag je niet? Oké, ik doe een gok. Ja, ik ook. 3, 2, 1. Moïse. Julia Tan. Oh! Nee! Zij heeft toch YouTube, toch? Kan wel. Ja. Vraag niet. Als ik denk te weten wie dit is, ja, dan was hij echt een teringlelijke baby. Ik vind hem fucking lekker. Ja, dat dacht ik wel. Een lekker kolletje heeft hij, oké. Ik moest die ook op... Wat een lekker, joh! Ik moest die altijd... Zit hij in de wolk of zo? Ja, hij heeft nu nog steeds van die lekkere truitjes aan. Echt wel. Ik moest vroeger ook zo'n trui aan voor mijn moeder altijd. Ja. Maar dat ritje, dat kwam altijd tegen mijn kin. En dat ging dan helemaal schuren. Schaven. Ja, dat wil ik ook. Dus 3, 2, 1. Stefan. Dat vind jij zoveel grappiger dan iedereen die dat kijkt. Maar ik vind het gewoon zo grappig dat jullie dit niet hadden verwacht. Ja, oké. Oké, tel maar af van 3, 2, 1. Daniel. Oh nee! Sorry, maar wat staat er? Ja, Tom! Ja, oh! Ja,
Ja, maar het is toch hetzelfde? Nee, nee, mij is beter. Nee. Ja, nee. Puntje voor beide. Ja. Nee, zeker niet. Nee, ja, nee, maar dan. Ik ben hier de quizmaster. Maar joh, je doet een foto van Daniel. Misschien... Nee. Wel? Nee, zo werkt het niet. Het is Lil Kleine. Oké, wat vinden jullie? Ik zei Daniel, Sean zei Lil Kleine. En uiteindelijk kwam er een foto van Daniel. En het woord was Lil Kleine. Wie heeft er nu een punt? Laat het weten in de reacties. Dit is echt een nerd. Tel maar af. 3, 2, 1. Julia Heitman. En weet je wat ik dan het vette vind? Is dat ze wel zo'n gewoon een goede foto ja, heeft. Ja, uiteraard. De beste foto die ik heb. Maar ik dacht, ik doe die zonder bril. Het is nog net niet dat shot dat ze voor de zee staat. Oh god. Nee. Oké, nou. Dit is echt stom. Shit, ik heb een fout gemaakt. Nee, hey, zullen we het aftellen? 3, 2, 1, Daniel Lopez. Stop de naam erom. Ja, maar dit moet dan Lil Kleine zijn, toch? Ook? Nee. Sorry, maar ik heb zoveel moeten doen aan deze PowerPoint. Goed, welke nerd is dit? Ik denk dat hij het weet. Ik weet het niet. 3, 2, 1. Stefan Vries. Ja! Ja, nu ben ik het schattig, wel! Kijk hoe schattig! Ja, wel cuter ben ik, hè? Ja. Ik heb daar een bakje nibbits voor me staan. Maar kijk die broek trouwens, wat een ding zeg! Een plofbroek, dat was voor me een enorme pik! Je had 3 kinderarmen. Nou, meer benen. Ja, let's go. Wat een goeie, mooie foto is dit. Je kunt er echt een meme van maken. Wanneer je de juf voorbij zag lopen met een kort rokje. 3, 2, 1. Tajula. Yes! Smooth. Ah, dat is goed op de joh. Ja. Oh. Die kennen wij. Maar ik weet niet wie het is. Of kennen we die niet? Of is dit... Ja, we kennen hem sowieso, toch? Ja. Oh, ik weet wel iets, denk ik, misschien? 3, 2, 1. Jiltje Tiedemann. Zijn jullie allebei Jiltje? Ja. Oh, shit! Oh ja, vandaar dat ik het niet wist. Ja, weet je waarom ik het dacht? Ik dacht sinds op het strand. En Jiltje ja, dat dacht ik ook. Echt? Ja. Oh, niet dat je verder geen stranden hebt ergens in de wereld. Nee, hij komt op van de strand. Ja, maar ik weet niet, for some reason. Dit had net zo goed jij kunnen zijn dan. Ja, ook, maar uiterlijk wel. Nee, ja, dit is Iris. Ja, nee, dit is Iris, ja. Dat zie je gelijk. Sean, je moet niet meer zo bij de hand doen, want ik maak deze quiz. Dus alsjeblieft. Oh nee. Ik wist dat die foto een keer gebruikt zou worden. Oh, wat kut. Oh mijn god, wat goed. Deze foto is echt goed, ouwe. Ja, dat maar... Echt... Gozer, wat zit er in mijn mond? Een bitje alleen. En wat zit er op je hoofd? Kokosnootkop. Ja, toen werd ik echt kokosnootkop genoemd. Ja, maar vind je het heel gek? Nope. Vind je nog één? Ja, oké. Okay, nou ja, dat was ik op een festival. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel erg. Dat zit er op mijn hoofd, joh. Oh, nou, het kapsel wordt echt... Het lijkt wel groeien. En je wordt een haarsteen. En je een kruik gewoon zo opzet. Zo'n lege poppetje zo'n haarding. Jezus, dit trok en wij nog. Ja. Wat een school, joh. Oh, toen waren net mijn beugel. Er was net mijn beugel eruit. Oh my days. Dit is echt een fully grown mop gewoon. Maar sorry hoor. Was dit omdat ik zei... terwijl jij al jaren dat bij mij doet? Dit was het dus. Ja, maar je moet de laatste de regel nog even voorlezen. Nee, want ik... Kijk, dit is dus een krijg. Nee. Die punt van mij, die telde. Nee. Die telde. Wat was het ook weer? Lil ik Kleine. Zei, oh ja, nee. Het was Blijf Daniel. Het was niet Daniel. Het was Lil Kleine. En gelukkig had Julia al een opdracht bedacht. Ik had een opdracht, maar die was dan voor Sean. Hoezo? Wat was de opdracht voor Sean dan? Nou, ik wilde gewoon met Sean even iets gaan doen. Wat? Je hebt niks verzonnen, hè? Nee. Nee. We laten de mensen in de comments zeggen wie je heeft gewonnen. En in de volgende quiz doet de verliezer van deze. Oh ja, dus dan mag ik wel weer de quiz maken. Dan krijg je dat een basic kit nugget trui. Basic.com. Ja, weet je dat is heel ziek is? Zeker elke trui die is dus net anders gewoon, weet je wel? Gewoon echt, het is geen ene cel. Oh,